Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Welkom bij deze zondagmiddag. Deze week heb ik alleen de boodschappen bij de Crisp besteld. En bedacht ik me ineens, dat is niet heel handig. Want er zijn ook dingen die ik nodig heb die bij de Crisp niet per se goedkoper zijn of makkelijker te vinden zijn. Dus ik ben toch even langs Albert Heijn gegaan. Nu ben ik gisteravond weg geweest, dus ik was ook heel laat. En dat is ook waarom mijn gezicht nog een beetje zo is. En het nu al 1 uur is. Dus anyhow. Dat is waar we het vandaag even mee doen. Even relaxen. Ik ben dus langs de Albert Heijn geweest. En daar heb ik een aantal dingetjes opgehaald. Ik kan het niet per maaltijd neerleggen. Omdat het meeste eigenlijk vanavond komt. Dat ga ik dan straks laten zien aan het einde van deze video. Maar we hebben dus deze week. Tot donderdag zijn we met z'n drieën. Ja, mijn partner, zijn dochter en ik. En dan donderdagmiddag komen mijn kinderen. En nu vrijdag vrij. En dan hebben we eigenlijk een soort van vakantie. Omdat ze vrijdag vrij zijn vanwege studiedag. En dan herfstvakantie hebben. Dus een beetje achtergrondinformatie hoeveel spullen ik precies nodig heb. En ja. Tot alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. Wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze boodschappen zo blogjes leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we niet beginnen met de Albert Heijn boodschappen. Ondanks dat ik zei dat ik maar een paar dingen nodig had, is het best wel veel geweest. Want ik had honger en dan neem je gewoon altijd veel meer mee als het nodig is. Vanavond eten we andijvenstamppot en mijn eieren zijn op. Dus ik heb even eieren erbij gedaan, want wij eten dan altijd eitjes daarbij. Crystal Clear was natuurlijk ook weer op. Die was nu ook in de aanbieding, bonus. Dus weer lekker meegenomen. Mijn plantje peterselie wordt heel droepig, dus ik heb een nieuw plantje. We eten een keertje vlees met spekjebonen en aardappelkroketjes. Er was eigenlijk geen specifiek vlees dat in de aanbieding was, behalve surrevlees. En dat is dus niet heel handig als je moet werken. Dus ik heb speklapjes gekozen. We eten een keertje hamburgers. De hamburgers komen bij de Crisp vandaan. Maar een side salad, dan ga ik twijfelen. Heb ik ook geen side salad besteld bij de Crisp? Dat gaan we vanavond zien. Anders kan ik deze meenemen naar mijn werk. Aardbeidjes, altijd lekker. Ik had een persoonlijke bonusbox aanbieding voor salami. Daar heb ik er 2 van meegenomen. En boterhamborsten op de bammetjes. Koekjes voor die schoolkindjes. Zoals ik zei, hebben ze eigenlijk deze week bij mij geen school. Tenminste, Logan en Brooke niet. Fleur misschien dat ze wel koekjes mee wil nemen. Hebben in ieder geval iets van koekjes liggen. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat ze op een dag precies allemaal meesleept. Maar ik denk, koekjes altijd goed. Zulke pasta's op, jam was op. Dit was ook 2 voor 3 euro volgens mij. Een chipje koop ik eigenlijk niet meer, maar het is wel eens lekker. En ik vind zelf deze heel erg lekker. Oh, ben ik net dat ik vergeten mijn olijfolie te kopen. Nee, dat is jammer. Ik heb gelukkig nog een beetje. De avocadokoekjes waren er 4 voor 5 euro zeker. En dat viel me vooral op vanwege deze. Deze zien er super lekker uit. En lijken me heel handig om in van die bentoboxjes te doen. En die zijn natuurlijk ook gewoon voorlopig nog wel even goed. Dus ik dacht, hebben we die op voorraad? Deze dan voor in de koekjestrommel. Dit was ook een persoonlijke boxaanbieding. De grote zalmsnippers. Dus die kan ik in mijn salades doen. Roomboter op de bammetjes. Spekjes voor in mijn andijvie. Want ik had ook al spekjes gebruikt voor de pompoensoep. En toen had ik niet meer genoeg spekjes over. Dus die kunnen we dan meenemen. Aardappelkroketjes voor morgen. Boerenkool was ik vergeten te bestellen. Die heb ik nodig voor mijn sapjes. Net als bleekselderij. Die is duurder geworden. Of die was op zondag niet leverbaar. Een van de 2 bij de Crisp. Dus die heb ik nu even zo gehaald. Mijn keukenrollen waren op. Mijn vuilniszakken heb ik nog maar eentje van liggen. En toen zag ik deze staan. De Foam Bath Milk and Honey. En toen dacht ik, maar dat is misschien wel handig. Want Brooke gaat heel vaak bij ons in bad. En dan doet ze eigenlijk gewoon douchegel in. Maar dit is dan misschien wel wat fijner. Wat zachter voor de huid. En toen zag ik deze ernaast staan. En die zijn goedkoper als van Ethos eigen merk. Dus dacht, jammer proberen. En dat was alles van de appie. En toen was het alweer bijna 8:30. Nu kwam de Crisp eerder. Maar ik heb gewoon nog niet de tijd genomen om het allemaal hier te laten zien. Maar gaan we nu wel doen. Blijkt dat als je naar 2 winkels gaat en je kijkt niet goed naar je boodschappenlijstje. Dat je de dingen dubbel bestelt. Dus ik ga jullie meenemen. Het was zoveel. En dan gaan we even laten zien wat we allemaal voor de Crisp hebben. Dat blijft toch leuk, hè? Als heel je aardig vol ligt met allemaal zakjes en dingetjes. Ik vind het toch wel iets gezelligs hebben. Excuse me. Donna, hou eens op. Dank u. De rucola voor de salades. Perssinaasappeltjes. Die waren in de aanbieding. Spersiebonen. Appels. Kaas. Groene druiven. Peren. Rode druiven. Deze week probeer ik ook wat meer van hun broodgedeelte. Van hun banketgedeelte.
Dit zijn de, ja, dit noemen ze dus Brabantse pieletjes. Het zijn een soort van saucijzen, mini saucijzen broodjes. Kunnen we afbakken. Bananen, eierkoeken. Ik had dus wel 2 dozen eieren besteld. Dus nu hebben we 40 eieren. Dat is intens. Cherrytomaatjes. Italiaanse groentemixen voor spaghetti. Fries suikerbrood. Ik had dus ook koekjes besteld. Dit zijn speculaasblokken. En krakelingen. Die heb ik blijkbaar ook. Ik wil een komkommer. Rauwkost, groenten, gewoon als extraatje. En vlees. Dit is ook de eerste keer dat ik zeg maar ander vlees van hun besteld. Dit zijn hamburgers. We gaan hamburger eten. Ik weet het niet wat ik hiervan moet vinden. Ik dacht dat krijg ik gewoon net als een kip. Maar niks is minder waar. Het geldt hetzelfde voor 250 gram gehakt. Het ziet er echt een beetje raar uit. Maar we weten het niet. We weten het niet. We gaan het proberen. En ik heb ook 2 afbakstokbroden. Dit zijn naturel baguette. Die moet je dus eventjes 400 voor de uithalen dan 5 of 7 minuten op 220. Omdat die croissantjes zo goed bevallen, dacht ik dat gaan we proberen. Dat was dus alles van de crisp. Zoals alles zet ik onderin de beschrijving wat we per dag gaan eten. En zal ik nog eventjes bij elkaar opstellen hoeveel alle boodschappen bij elkaar gekost hebben. Ik wil jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!